Ram, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 31. En dat is van maandag 2 augustus tot en met zondag 8 augustus. Zijn dus de kaarten schud om te kijken wat deze week voor de Ram gaat brengen. Dan lijkt het Ram alsof deze week voor jou een week is waarin er eigenlijk wat plannen zijn die niet meteen ten uitvoer kunnen komen. Ik heb het idee dat je er wel heel bewust van bent welke kant je op wilt en wat je wilt gaan doen, maar je vindt het nog lastig om het echt helemaal in de actie te zetten. Ik heb wel het idee dat je het helemaal kunt accepteren, want je bent bezig met je plannen, maar het lijkt alsof er even wat dingen tussendoor komen, waardoor het misschien net wat op de langere termijn moet gaan komen. Op zich is het niet zo heel erg probleem, want ik heb het gevoel dat het ook een besluit is dat voor de langere termijn is. Dus het is niet erg als het even wat opschuift, omdat je eigenlijk andere dingen op dit moment voorrang moet geven. Je bent je er gewoon van bewust wat je moet gaan doen. En of dat nu deze week of volgende week is, dat lijkt eigenlijk niet probleem te zijn. En ik heb ook het idee dat je er gewoon bij neer kan leggen, dat er ook wel dingen tussendoor kunnen komen en dat je daar misschien ook wel gewoon van kan gaan genieten. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.